Ja, de Uitsmieter. Ik vind hem persoonlijk het lekkerste aan die ontwakkant bakt is. Maar ja, daar binnen ik van die mensen die vinden die snotterige variant zo lekker. Maakt het niks uit, hoe je hem eten. Als Wim hem maakt, dan krijg je de beste van Nederland. Ja, en waar zou nou die gast wezen, die mystery gast die achter dat scherm zit te zwitten? Zorg het aanst, wat een bleertjout in het nogal legendarische Roelofs Roulette. Maar eerst trouwens even lekker door de wieken van Friesland. Ja, wat kan het uitgaan aan wieken van Friesland en even een paar seconden. Ja, het lood van de summer in Friesland is van takom ira heel oors. Dan jij net meer die karakteristieke stem van Klaas Jansma maar het scootsjewetter, maar die van Gjalte Jong. Op zijn schouders rest de zwieren druk om de razende man op te volgen. Ja, en wij voelen het tot tijd om eens even in de kunde te komen, maar Gjalt, goeie. Nou, je zit er. Ja, dat zit er. Ja. Nou, en relaxed en ontspannen. Ja, zeker. Ja. En druk je goed. Dus ja. Je... Ja, vies dat lekker roken alleen? Ja, ik hoor ja. Ja, ze zijn lekker, maar dat bakken vind ik altijd. Ja, nee, ik hoor nou, super. Dat we naar de wintersport en we komen morgen hier van bed. Oh, eerst even een bakdutsmieter. Dat is lekker van een kater, hè? Ja. Hey, maar even waarom naar Thies, die toen wat bekend maken, dat is nou dus de opvolger van Klaas. Wat is er nou gebeurd? Soort reacties om? Ja, nou ja, op zich wel. En, een soort mensen, ja, die praten, die spreken die er dan toch op aan. Dan gaan ze het zien. En daar ben ik wel een soort die hier het al wel een beetje aankomen zien. Dus, ja, toch wel? Ja, nou ja, sommige mensen wel, ja. Ik wil net zeggen, altijd niet, hè. Maar toevallig weekend bij Heidemem, die van een weekend moest ik even een putje doen, want die hing wat lekkage op het dak. En die, daar zit een bakker bij in datzelfde pand, zeg maar. Ja, dan kwam al wat volk uit het warp kwam te delen. En de ene naar de oren, die spruts me er even op om die te bakker ben, Ron, in elk geval. Dan hebben we toen de rotte vallen, hè? Ja, de rotte vallen. En ja. Wat zeiden ze dan? Ben ze dan bleed, of... Ja, nou ja, toevallig ik, zeg maar de vrouw van de squalmaster van de leger de squal van Jet iets voor mij. Die zei dat ik al, die hier, ja, die zei prachtig, hè? Ja, dan mag ze buurt op een leger de squal zetten, maar hey, want joh, dan krijgen ze dit soort mensen in Friesland. Zo'n soort opmerking maken die. Ja, dat dus, ja. Maar, want ik bedoel, het is natuurlijk echt wel wat. Ben er ik mensen geweest die zijn van, wauw, wist het om begint? Nee, dat had ik uiteindelijk net, nee. Mooi nee. Positief. Ja. Ja, zelfs dat positief. Dan heeft al een Facebookpagina. Zullen we eens even zien? Dan heeft fans. Ik ga fans, ja. Dat is prachtig ook. Ja. Dit is de Facebookpagina, Gjalte Jong. Dan heeft al 92 likes. Dat betekent volgens mij dat mensen die leuk vinden. Maar waar komt dit waar? Wist je dat? Ja, dit had de vrouw van de Friese Rock, die zijn een Hilde Tals, maar dat is dan de vrouw van Jelle Tals, maar de skipper van de Poep, zeg maar. En die, ja, die hadden dat en die, nou ja, die Facebooken dan wel eens mijn hielkje. En die zijn van, hey, dat vinden we wel aardig, dat vinden we machtig, daar mogen we wat mee doen. Dus ik ben zelf net zo'n twitteraar en ik hou me helemaal net zo volle dwaan met de sociale media dingen en weet ik het wat. Dus, maar die zijn dat, nou, ik zei, ik vind het wel prachtig, machtig. Dus, ja, volgens mij ben je de eerste presentator of verslag jou die tvada die beginnen met alle fans het. Oh, ja, dat is bekend. Ja, dat is wel mooi. Ja. Hey, de rest dat voor is mijn naam, want ja, wij vragen ons af, we moeten die man misschien wel een beetje ontleden hier. He, waar is het? Waar krijgen we aan zijn drie weken lang hoe het wetter te razen? Ja. Nou, razen of bejaarden hem. Dus er zijn van hem zijn wat mooi van die zelfhoest als jonkje wiest in rotte vallen. Heeft het boek mijn naam? Ik kan hem even zo omheen houden, maar de voel mij een peer valt dus op. Want als het is een paar keer al op het wetter. Ja. Het dat wetter altijd een beetje... Ja, nou, uiteindelijk wel. In een rotval had natuurlijk de Lion erbij. En ja, dat is uiteindelijk is maar marken misschien. Maar wie in de jacht is altijd op mijn boordjes op het water op een Lion. Ja, we zorgen ze nou. De kist er zelf ook even ja, op de kermis. Nou ja, en nu zei de mem die hier zo'n oud klassiek houten ziljachtje. Nou ja, daar winnen we dan altijd mijn vakantie. Ja. En dit is dan in Dokkum. Dat is de vlak bij het balwerk. En in die hoeken, nou ja, dat is dan mijn jongere broer, dus Hobbe. En die, Hobbe? Ja. En die zitten mij midden op het vaardek. En zo winnen we dan altijd met z'n zijden, want ik heb twee oudere zusters. En dan winnen we altijd met z'n zijden op dat, uiteindelijk weet ik maar skipje, hè, van een meter of zo. Is dat weer heel smoek? Ja, dat weer altijd heel smoek, ja. Ja. Dus, en wist je ook iets van waar een nest groot worden? Viel dat ik zei? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we sowieso een hele soort vrijheden hier, over het algemeen. Dat denk ik wel, ja. Wie is nog vrije jongen?
Letterlijk bijvoorbeeld, als dan nu de jeugd stapt? Dan... Ja, ja, ik. Altijd wel, ja. En ik denk dat denk ik wel, had ik dan, maar ik had een keer wat in een beetje, want het woord is heid wel graag wat weten. En een beetje wat in een streming van uw heid zien voorhouden is wat gong. En dan zie je toch wel dat daar zit wel bepaalde karakters in. Je denkt, oh ja, nou ja, dat zoek wel herkenbaar vrienden kennen in die zin. Ja, toch wel een protte in een vrijheid. En, ik kwam net toevallig bij een P-Viking zuid of zo. Want nou, die vergelijking heb ik ook al gehad. Hey, dat leek wel een Viking. Ja, ja. Nou, maar om maar een voorbeeld te nemen. Ik kwam en dat is dan een van de vier voorraden. En dan zit het ergens op Sandje 100 zingen. Dat is een, zo goed dat ik weet, is dat een Johannes Jelles. En dat wie dus eigenlijk een beetje in de Franse. Uiteindelijk nog een beetje van Napoleon in een familie. Dat wat in de Batavieren tijd of iets in die omjouwingen en die kregen je spul en die kwam van de streek Marewaard, dus zeg maar uiteindelijk werd dan zeg maar misschien wel Bonifacio dekenappel is, maar die omjouwingen en die kregen je spul in de kroeg, maar de Franse ja doet destijds de meesten die die zaak onderdrukken en een van die vaarhouden van mij, mijn P maten die knappelden en P Fransen, nou ja die stonden net naar Oranje en die moesten toen nakken, dus die moesten nou nakken en dat wie in een oude jochtzaak boek stond dat. En dat vond ik dus via internet. Dus het is net vreemd als je eigenlijk als een vrije jongen als bist. Dat is nog een lippenstift. Nee, dat denk ik net. Ik denk dat wel, misschien is dat wel genetisch bepaald. Dat weet ik net. Ja. Ja, want rint dat wetter eigenlijk als een reële triatron in die lippen. Ik, nou, eindigt dat, of het eindigt net natuurlijk. Maar het laatste punt zie je nou mooi, die verslagjouwers skip je bij de omroep, bij het scootersiel. Maar bijvoorbeeld ik naar het scootersiel dat zelf heeft en de dingen die staan. Nou, ik had toen ik uiteindelijk... Zeg maar deze foto's in die tijd, hier ik al in de kap, ik wil wat mijn water doen. Dat is, en uiteindelijk ben ik van toen ik in eerste instantie ben ik qua opleiding een beetje in het voert van uw site is voor wat trokken. Die zijn eigen installatiebedrijf, dus daar heb ik al opleidingen verdiend, dus de meer de technische kant. Toen moest ik in het eerst. Toen woon ik marine, denk ik, woon wel in het want dat maakt me niks uit, maar dan woon ik bij de marine. Ja, logisch, en toen ben ik ja. bij de marine gegaan en dan hak ik langer west, want ik hoorde uiteindelijk hoe het maar een jaar hoe ik maar te tjenen. Wie ik een van de lijsten tjensplichtigen die bij de marine gegaan, van meer dan een inlichting naar mij kwam. Maar toen ik de ziet, kwam ik omdat ik een vrij in de techniek ik was ziet, kwam ik bij de helikopters. Ja. En toen ik daar wat omstapte, dacht ik, oh, dit is wel aardig. Dus toen ben ik, had ik me alle keuring en dan ben ik dwanen west om helikopterpiloot te worden. En dat is op het laatste moment is dat er eigenlijk net trok om. Nee. En het voldien me daar op zich wel. En, dat vind ik wel apart. Dat zou ik ben een vrije jongen, maar de kist dus toch kennelijk wel in dat keurslief van. Nou, dan zo ster, die foto's had ik net mee, maar ik had wel een soort willen en ja? Dingen gewoon om meesten daar bij de marine dan, ja, net altijd, een keer op mijn jongen, daar zijn voorbeeld bij wie we spreken, komen we waarom uit Den Helder, een van de jongste stappen werd. En als dan maas hier de vlaggen hezen werd, dan was groeten naar de vlaggen daar. Nou ja. Wie weet wat jij dat er van die vlaggen heen werd, ik zei, wie wat? Ik zei, ik hing je eigen vlaggen, de Friese vlaggen hier in top. En dat had ze me toen alle keer ouder, want ze zei, doe dat maar net, want ik ben bang dat dan een paar weken misschien wel ergens vers komt. Nee, dat hak ik net niet. Dat is, maar dat kwam ik omdat die maten van mij in de bak, wij doen er steeds, die houden me eigenlijk alle keer wel wat zin. Maar uiteindelijk, als er net steen blijft, als ik met vlaggen heen, nou, dan kries een douw. Dat wie je net onder water. Maar wel het gevoel van spektakel hier. Ja, altijd wordt, ja. 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 Want dat is ja. het brechtje dat ik even slaan wil. Ja. Want... ja, dat is dus in discussies, neemt mensen mooi. Dan zit je rekken, hoe heet dat, een lookboeren of een trekzak? Ja. Die neemt ze mooi. En dat vermakkers mensen. Ja. En zo doet dat ook in het toneel. En een peer, vaststellingse Oerol en Pier Grient heeft die een look. Ja. En nog wat zaken. En dat hebben we even voor die op het rietje, op mijn rietje zetten. Wow, denk maar om, je weet het heel wat ik al je kent. Misschien is het wel alderaardig als er nog 40 in zitten, dat we zitten weer in beginnen met oorl euro het jerrinkje. Dus dat we nog eens inzetten op 60 euro. Wat zit je hem ervan? Ik heb een van de skippers die zei van wie wil op bord gaan. Neem maar meer die boppen de 15 biedt. Dan is het vetje hamerslag 14 van Katrinus Herma. Yeah. Kist het naar die zelf zien? Ja.
Ik vind dat ik doe het net zo vaak, maar ik vind het dan wel grappig. Dan kerst ja, ik even zien wat, hoe het een uitwerking had of zo, wat heen. Ja, ik vind dat wel grappig. Ik vind het ook altijd wel mooi toen ze dat vereniging had, ik dat waar hoe ik vind het ook altijd wel mooi om dan even te verdiepen in hoe sommige dingen dan werken. En dan pak ik gewoon wat hardline. Ik verdiep het zelf van mezelf soms misschien wel wat meer uit, maar dan pak ik er wat hardline uit. Nou, ik had daar dus ook even een heel partier houden hoe het uiteindelijk de jaring ontstien is. En dat hebben wij eruit geknipt. Ja. Nou, goed, maar dat vind ik wel al raar. Om dat van mezelf te doen. Maar die meesten vonden dat wel heel interessant, want die wisten dat heel daarnet. Maar wat mij opvalt, is dat er heel tijd een man zit die omringd is door het publiek. Ja? Die iets doet voor het publiek. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou? Dat mensen zeggen waar ze dorst? Nee, dat vind ik mooi om te doen. Dat is Jeroen Lien, ik heb een voorbeeld met hem. Wie een keer op Ameland te spelen bij een, ja, ik een soort rind muziekfestival op Ameland zelfs en er wie een hele soort mensen. En toen zei ik van de guy, zei ik toen zie mijn maat mij te spelen. Ik zei, wie maat even het channel wat het publiek is wat beethoren kan op een of andere wijze. En dan ben ik gewoon, eerst ronden we er gewoon wat spelen terugheen, maar dan ben ik gewoon midden op een kruispunt steen gegaan en dan gewoon even een nummer zingen. Nou, binnen een mum van tijd, want ik op Ameland zeg ik een hele soort Duitsers en weet ik wat meer. Dat wie maar even, er stonden vrachten mensen om je heen, Duitsers en alles. Maar waarom was dat? Nee, dat vind ik de uitdaging. Vind ik gewoon, wat is dat, de uitdaging of dat die mensen kan willen hebben, maar die? Ja, beide. Ja. Ze zijn hoe. Nou ja, ik weer een traaie voor jou week alleen week met Paul. Paul die had iets een hele soort wel op stritten spelen. We zijn, dat maken we eens een keer wet waren. Dus we stappen op een trein, loop voor een instrument en mij. Op het trein, we komen bij Zwolle, we stappen in Zwolle uit. Dus Paul is een treintje. Nou, pak hem dan, toch eens. Nou, dat kan ik wel even doen. Zongst al ik trouwens? Ik zong ik wel. Ja, een zeker. Beetje kleers of? Nou, dat mag maar even jaren. Wie wil horen een historiaal van een jongensmid? Die verbrandde zijn memorie dagelijks bij het vuur verhit. Was ik nog, met mijn hamer was ik nog. Met geweld op mijn aanbelte was ik nog. Met mijn hamer was ik nog. Met geweld op mijn aanbelt. Ja, jongens, applaus. Het maakt het hier helemaal niks uit, hè? Dat kostte 7 minuten. Ja. Viel het al helemaal geen spanning om dit te doen? Nee, op zich niet. Nee. Dat ik vaak ga ik misschien wel een gezonde drive. Dat is, vaak met dit soort dingen als wit dat er aankomt, ik mij een vaststelling of zo. Wie heel mooi bij Peer Gynt. Om daar een voorbeeld mee te nemen, ik vond dat prachtig, hè? Want dat wil ik dan zelf wist op attenderen omdat iemand dat zien die site. Ik moest helemaal eerst boeten omrennen en dan kwam ik via het publiek kwam ik op. En er stonden de enigen die er dan ook kwamen, dat waren de koffieverkepers vanuit het Burgenbij van die de meesten nemen een koffiebezwaring. En die kwamen er dan uit erin en dan moest ik nog even een hele minuut of 2 minuten wachten voordat ik opging. En dan laad ik me dan pas op. En dan, wat was dat dan? Ja, ik ben daar omdat ik dan zie ik dat karakter van die jongen die ik daar in die spelen moest. En dan ging ik daar helemaal in. En die man die ziet me eerst onderscheid samen met die koffie die toch wat doet die gek. Toch eens. Wat ik daar dier? Ja, ik ben gewoon om te springen en te dwaan. En omdat de muziek die startte erin en dan begin ik gewoon in de muziek. En dan zet ik me dat karakter en dan jouw ik me dat bam volledig in. En die man die toch maar door die gek hier om te springen en te dwaan. Maar dan zet ik me dat gewoon. Maar dat uiteindelijk doe ik dat vlak vaar ook iets door. Maar doe dat maar haast maar alles? Want nou ik, de praast. Ja, maar denk de praast, ik wel, ja. De gist me trof. Ja. En voorbeelden en dit. Ja. En maar vertellen. Ja. Dit is wel eens gewoon rustig, dat stinkt mooi. Dus. Dus? Ja. Heerlijk liep je dat dan. Ja, maar dat is, wie komt het samenprot tussen de meesing en oerl meesing dus. En dan zult dat op een gegeven moment, is dat misschien wel een bepaalde, wordt dat die een bepaalde natuur of zo, ik weet het niet. Maar is dat entertainment? Dat is dan Peke Sain, hij stek al op televisie en in interviews. Ik wil entertainment, ja? Ja, dat vind ik mooi om te doen. Maar wat is dat dan, entertainment? Ja, dat is de meesing toch een beetje willen aan. En dat kan op een hele soort farmen ken dat, maar krijgt even dat de mensen denken, hey, wat gebeurt daar? Of weet ik het wat meer? Dat soort dingen, ja. Dus je krijgt hetzelfde. Zeg, iedereen die valt en stroffelt om je schoon. Ik zelf net, maar de meesten willen omdat de lange punten op zitten. Ken ik uit? Die ken ik wel uit. Ja, dit ben van die. Ja. Nee, maar dat en. Nee, dat ook niet. Maar dat is opvallen. Ja, dat is wel zo. Maar ik vind ze ik super mooi zelfs. En dan kerst dus 2 dingen aan. En dan kerst ze zitten van, ja, het valt op, dat weet ik.
En dan kan ze dus zitten van, ja, ik liet ze stingen en ik doe het net. En dan valt ze misschien minder op. En dan denk ik, ja, wat boeit me dan eigenlijk? Van, ik vind ze mooi om te doen. En dat noord niet dat dus dan ik nog letterlijk gestroffeld, maar uiteindelijk alleen maar positieve reacties. Ja, dan denk ik, dat is een goede actie. Ja, goede actie. Maar ik wil het nou even maar die hebben hoe toch een opdracht die zo mooi krijgt. Misschien ben je er net helemaal bewust van, maar als je in Friesland die drie weken had het scootstation erin, de Rinstro Friesland, de eerste oeral die loon van het scootstation. Sipje natuurlijk ook, maar vaak die hele bekende stem van Klaas. Dat is voor een heel soort mensen het gevoel van simmer in Friesland. Ja. Dat maar stoon nou aarsend van. Ja. Bist er wel eens, of hest nou die peerdagen al eens een keer wekkelen en dacht, oeh, ken ik dat wel? Nee. Ik had alleen maar zin om. Maar twijfelst dan nooit aan jezelf? Zelden. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is ik een karakter. Dat is, ik denk altijd... Elk mens heeft toch twijfel? Ja, nee. Maar kist toch alles was door het goed? Nee, dat denk ik niet. Omdat ik te volle doch. Misschien. En dat is heel simpel. Als toen dus heel mooi. Ik had het toevallig een keer met Margot handel. Ik vind dat een kunst. Margot Boeren, als toen die, zat focus je kerst op één prestatie. Ben ik meer het jonkie in de klasse die het altijd oorlog met wanen weer. Ja, maar hou het even. Door die aan zijn traaie weken, maar door die focus. Het is net samen wat Klaas jongens mij en ik weet ik van Sipje, die ben ik kapot. Ja, nou ja, dat is... Maar kist u dat wel? Nou, ik ga een hele hoge energielevel. Ja, maar dus, ja. Dus zitten echt mensen van 80 naar die radio te luisteren, hè? Ja, nou dat is in die, daar slijst wel een punt om. Dat maakt in die misschien maakt ze nou dan inderdaad wat de mix zieke in het hoge tempo. En dat in die wat ouder en meer van sommige mensen die dat dan net heel dol mee krijgen. Ja, maar dat is weer. Maar dat hoop ik dat de mensen me dat weer omjouwen en dan kerst er wat mee doen. En had er nou aan ze niet komt, die soort... En die zat dus rug in je gezicht, hè? Dat is vaak net. Nee, het is toch geen Klaas. Nee, maar dat is ik zo. Nee, maar het is minder. Ik doe hem uit. Ik ken je net een lustrie. Ja, dat is grif barren. Oké. Hey, we hebben voor het mocht van die. Ja. We hebben een oefensessie van die onder beelden set. En ik ken mensen thuis al even wennen onder het lood van Gjalt. Wat dat aan zijn wijze zil aan die huis bijpraat drie weken lang hoe het scootje zil. Als je hier bij de bovenste tonnen, waar ze nou natuurlijk de tweede keer binnen, zien ze dat ze alle keer bakboord uiteindelijk de tonnen net onrennen kunnen. En dan zien we Kees Riesenbos, die hem ik net onrennen kon. En die zien we, dan komen de bakboordskippen om, stukken strijden en een shotter. En dan denk ik ervan, ik pik hem er nou toch in op en dan smiet er me gewoon stuwboord verdel. En dan krijg je de oren hem krek nog, even wat minder. Natuurlijk ook omdat de ene onder de oren leidt. En dan zeggen we het abbegeerste scootje, dat nou heel dol wijfhard wordt, die doekte dan ik alweer onder de zwantrol. Maar al die skippen die bakboord op die Bobbewinse toon aankwam, die moesten alle gedel horen of een slagje omhoog meidje. En dat die Kees Riesenbos prachtig. Nou, volgens mij rustig genoeg. Je moet net benauwd zijn, mensen kunt u zien bejaard te hoeven. Dus dat valt wel wat mooi. Hey, trouwens, mag er nog een nieuwe sippie komen? Kwaad antwoord. Ja, jammer maar een mooie sippie mij, hè? Nou, dan zie ik weer nog een mooie sippie. Ja, nou, zullen wij even bij die koksje in? Want het roept lekker. Dat doen we dus aansluiten eventjes bij Wim Postmachine, want ja, die maakt het die lekkere uitsmieters. Dan hebben we echt nog de mystery guest. Echt spannend en een draaiende ding, maar die vervelende vragen. En we krijgen aansluiten nog de minuut van uw collega Wim Brons. En die gaat door de muziekweeken. Oh. Ja, het roept je heerlijk trouwens. Dat wil nou. Ja, dankjewel. Want dat ken ik wel eens een beetje stonken, maar dat is net... Het ken ik ombrouw. Ja, ik zit zelf vreselijk in de panerie te helpen, Sam. Maar, het ken ik ombrouw. Hey, de ene eet hem met cheese, de andere eet hem met ham. Ja. En de, nou ja, die ene had van die snotterige dingen en zo. En ik van beide kanten. Wat is nou het beste uitsmieter die er is? De uitsmieter die er eigenlijk alle keer op focus is, dat is dus de uitsmieter daar heb ik de prima vond. Ja, maar trek even een camera bij. En maar ze focussen eigenlijk alle keer op dat spiegelei. En dan wien al die koks, die wien daar met een gang en daar roemde koks met hele grote snorren en grote koksmutsen op. En ik ben er helemaal blanco heen in. Ik ben er heen in en ik denk, nou, we gaan naar de Floriade, gezellig. En mijn changemaat die hiermee opjond. En die zei van, ik ga daar opjond voor uitsmieterwedstrijd. Eitje. Sorry. En er is niks bij? Ja, niks bij die. Ik moest mijn witte jas meenemen. En ik steen er al en ik ben alle gemeenschap met drak op papier en hoe ze het al gedaan doen. En ik heb het gewoon eigenlijk naar de balenkaart gejond. Want er moest een champignon drukken. Ja. Ik denk, nou, de vorm van een champignon, iets wat een beetje model was. Dan heb ik een stukje uitsnijd. Dan had ik dit door. Dat heb ik hier besnijd. Dat heb ik dus vult mooi, die champignons. Kan Gjalt al proeven? Ja, die mooie. Gjalt is net zo moeilijk, hè? Gewoon neem er maar een hap van. Ja. Van deze of van deze? Ja, ik zal die even helpen, want dan mag je een beetje in de lucht komen. Zo. Ja.
En dan heb ik wel een mooi meisje. Hartstikke scherp. Okay. Maar wij werken alleen maar met scherpe meisjes. Snap maar even wat. Maar dit is dus het bijzondere verhaal van, ja. Van Wim. Want uiteindelijk komt dit uit, ja, uit een vierde verhaal. Want je bent wel een bijzonder man. Maar Kans de horecaman van Friesland al een keer ze geweest? Ze hebben mij tot meest bekende horecaman van Friesland. En letter ben ik nog zilver in Nederland geworden. Toen hier het geluk dat in de grote kerk in Amsterdam, daar hebben we onze koningin. Oh. En die wordt Friese echtpaar bij haar aan tafel. Ik hou van die snot. Ja, hast al best snot er? Ja, ja, oh, dat vind ik wel lekker. En die zei ze mij van, de Friese echtpaar moest maar even aan tafel komen. Nou, toen dus je hebt maar de Beatrix? Ja, en ik heb haar een handje jongen en dat ging ik alle weer op zijn wens. Want ze zei ze mij, u bent de meest markante horecaondernemer van Friesland. Ze aangenaam, moet u de koningin zijn. Dat kwam er wel wat ongelukkig uit, maar... ze had het waardeerd. Ik heb een kwartier lang mochten we maar haar klasje best over alles. En toen zei ze mij, over Friesland hoef je me niet te vertellen waar je woont. Want op het water, met een petje en een zonnebril, zijn we allemaal gelijk. Had ze misschien wel eens bij jou in Mokwaar West? Nee, want dan heb ik ze direct herkend. Ja, he, dat ja, toch? Ja, want mijn keuken is zo bouwt dat iedere gast, die komt dus bij mijn keuken langs. Ja. Dus net in je mis ik. Nee. Dus, nou goed. Hoe is hij? Ja, ik kerst allemaal aan, waar ben je met elkaar? Van Zemmer, dan moet ik op het boordje naar die taal mooi en uitspieter. Dat is net zo slim. Hey, maar Jim praten nog maar even verder. Wij moeten ja. Eigenlijk even op ziek naar de mystery guest. Was door de, ja, de mystery guest dat lampje gaat doen. En als het goed is, komt er nou in een zijn ondersteen. Ja. De mystery guest is te laat. Nou, wat zou het wezen? Ook oh, maak jou, zal ik de eerste vraag doen? Maak jou steen, Pissie? Ben je al man? Ja. Nee, dan had je net maar een neus, hè? Hebben jou vaak op televisie geweest? Ja. Ik ben nog even naar het publiek treden. Nog een vraag? Nee, wist het net. Nee. Muziek? Ja. Ja, zit je al in de muziek? Ja. Oh, dus zit je hier al in je wat? Ja of nee? Weet je met dat? Door de Bleker misschien? Ja. Ja, doe de blikken! Nou, dit is mooi, hè? Nou, dit is mooi. Nou, ja. Is het een bekende? Nou, dan mag je de blufte hoorzien nog even sturen, Jan. Hoi. Doe de blikken, kom verder. Ja, dankjewel. Ik heb je nog nooit horen schoenen. Plofmodel? Ja, je gehoord, maar oh, jammer dat we niet naar het publiek toe zetten, hè? Oh ja, ja. Nou, plof lekker del. Ja, doe. Hoe wie het er eigenlijk? Nou, dat duurde maar heel even. Ja, nee, de warmte viel wel met. Ik ben wel wat warmte gewend. Boven de hitte ovens in de winkel. Hè? Ja, ken je hem trouwens, dit man? Je komt uit dezelfde streek, hè? Ja, al die jaren, joh. Hart bij me kan er, ja. En heb je wel eens een omelet of een uitsmieter bij hem? Ik heb wel eens een keer bij me eten. En dat was geweldig. Ja? Ja. Hey, dit vriendenwieke Sjoen, dit ja. Geweldige, spectaculaire spel. Ik heb zoiets bekeken en ze deden erg leuk, ja. 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 Heb je zelf nog een paar van die mooie blunders dit jaar eens vertellen? Wat? Nou, voor blunders weet ik eigenlijk niet, maar ik ken anekdotes zat. Dus, nou, zitten we er een slinger om jou? Ja, waar moet het van, Jo of ik? Nee, ik ben niet Jo, ik ben dood. Dood? Nee, het is dood, man. Zeker doen? Ja, de vorige keer hebben we brieven gehoord hoe dat ik het manipuleerde. Oké. Okay. Dat is nou zo, hè? Ja. Nou, komt-ie. Reert is een persoonlijke vraag en Wiet is een maatschappijvraag. Nou, de eerste. Okay. Geen maar even lekker zo in het hoekje zitten, hè? Dat mooi wel. Doen we dat? Wat is die hoed trouwens? Nou, die is hier ergens okay. Met een heel klein kopje. Die laat okay. Hier ergens. Ja, zeker. Ik jou. Ek mensen in de WW, maar de werkje van hun geld. Ja. Waarom? Nou, zie je, mensen die gemotiveerd zijn om hard te werken, die willen dat maar graag. En ik zeg altijd, diegene die het helemaal niks wil, dat noem ik zorbaas. Dat zijn soorten met Griekse methodes in het hoofd. Ja. Alleen je rechten kennen en nooit verplichten weten willen. Maar heb je zelf wel eens werklezen? Gelukkig wel. Ja, gelukkig? Ik had toen 16 jaar bij een visboer gewerkt en ik keek ontslag en dat was mijn geluk geweest. Toen begon ik allerlei rare dingen te bedenken. Verhalen, en vestjes enzovoort. En, hoe een creativiteit kan, ja, kan boppen in die... En toen vroegen ze mij, niet veel later... commissiekoper op een visoverslag te worden. En ik dacht, verrek, ik trad toen alles even wat op en zo. Ik denk, ik ga heringen verkopen, want ik kon heel goed heringen snijden. En het moet wel eens bergafwaarts gaan, weer staan, pieken, hè? Mm-hmm. Heb je dat maar meer dingen hoor dan? Oh, dat vooral hier met. Ja? Dat zeg ik vaak tegen mensen ook hoor. Als ze een keer teugelslag hebben, ik zeg, ik kan ze beter uitkomen. Dus al die mensen die niet nou bij de UWV zitten, die...
Die moeten wachten tot het creatieve proces opkomt. Die mensen bij UWV werken zelf. Die manipuleren de cijfers zelf. Want die willen niet dat al die meesten op werk gaan. En zij zelf geen werk meer. Ik was metmaakt hoor. Ja? Ik zocht een schoonmaker. Ik had UWV belt. Ik zei zo leeftijd maakt niet uit. Hij moet in Staveren wonen. Ik heb 0,0 bericht erop gehad. Nou, er lopen een heel soort rond die dat eventueel wel komt. Misschien moeten ze wel hebben, jongens. Misschien ook wel niet, maar dat valt een beetje net hoor. Want ik heb hier die werkt 20 jaar bij me. Dus. Oké, die had het mooiste keer. Nou, zullen we nou een oren doen? Wacht even, die lees ik hier even. Die heb ik ook. Ja, dat heb je niet weer dezelfde doen, hè? Nee, Reed. Nee, maar als je manipuleren kan elke keer, hoor. Ja. Trouwens, dat zit me nog te binnen, dat manipuleren. Wie dat net eens een keer met AD? Maar die vis, maar die test? Nou, zie je, ik geloof eerst heilig in die AD-test. Want ik had een keer een 10 had en een keer een 9. Toen in ze schreven ze, ik had 0. En ik heb zelf verstand van de hering. En de hering had het cijfer een 8. Hey, dacht ik toen bij mezelf. Ze willen die test spraakmakend hebben in plaats van objectief. Dus ik denk, als ze over mij liegen, maar ook over hun liegen. Toen heb ik een persbericht de wereld ingeholpen. Ja? Dat een raafde chef, rukende Jup, die had mij aangestoord. En hoeveel ik ervoor over had om in de top 10 te eindigen. Zie je, als ze maar over mij liegen, dan maak ik ook over hun liegen. Maar heeft dat toen ook niet nice, hè, toen? Ja, zeker. Dus en hey, is dit nou een bekentenis dat een leugen weer toen? Nee, dat heb ik vaak. Ja. S'morgens om, weet ik van mijn dochter, is in de trein, 7:30. Hier heeft radio 538 voor die, alsjeblieft. En ik had direct zonder op Friesland op de stoep. Maar ja, dan moet je praatje klaar hebben. Nogmaals, als zij over mij liggen, dan pak ik ze keihard weer om. En ik heb hem vroeger. Ik zei, zou in de wereld draait door om tafel zitten gaan? Er is sprake van natuurlijk. Maar dan hebben ze want ja, het is, want dat gaat wel, ik maar die Wally-koeken gaat dat ik vaak mis. Hè? Daar ben je ook heel erg leeld. Want ja, heb je er heel erg les van, hoor? Dat... Nee, de klanten weten wel beter. Maar moest die testen eens even goed bekijken. Over mensen die van hun een hoog cijfer krijgen. Die hebben net een winkel of die hebben dat en dat. En die het volgens hun smerige verkoopt. Die kraken het in de grond in. Ah, oké. Okay. Nou, slechte nou, bediening, zagrijnige bediening. Zullen we het hebben, Litten? Ja. No? Want we hebben een mooie vraag. Bist van nature een scruten? Ja. Heel goed. Vind je dit nog eng? Nee. Dat net? Ik ben totaal aan wend. In het begin dan maakte ik vestjes en mijn broer en de meisjes staven, die zongen die dingen dan. Maar ja, ik durf dat zelf helemaal niet. En op laatst heel voorzichtig eens even wat beginnen. Maar ik denk, dan moet ik erheen. We hadden een sneekweek, de vroeger straatmuzikant. En ik denk, ik geef me op. Toen ben ik er staan gegaan en dan maakte ik echt meest een mooie muziek. Maar ze liepen voorbij, beleefd. Een kwartje in de koffer of zo. Mm-hmm. Maar ik stond er met mijn eigen nummers. En verdomd iedereen die bleef staan. Dus dan begin je te durven. Hè? Hetzelfde wat geld om iets heeft. Ik ken geld niet zo goed. Nou, geld zou ik krijgen. Wij wie nergens op een eiland. En gewoon spelen en mensen blijven staan. Ja. Maar zit dat dan in je uitstraling? Die, hè? Of nou, de muziek? Je moet het vooral beginnen te durven. Dat is belangrijk. En toen ging voor mij het knopje om. Nou, de meesten vinden die feestjes toch wel aardig, anders bleven ze niet staan. En dan gaat het langzamerhand verder. Hè. Dan leer je wat te improviseren. Dat doe ik ook altijd graag. Mm-hmm. Soms dan kijk ik mezelf zeer verrassend door bepaalde uitspraken. En dan kijk ik naar wat voor uitspraken bijvoorbeeld? Nou, heel lang geleden, toen was ik met Jack Spijkerman in het programma. Die had een uitzending over kuddedieren. En dan vroeger dat ik het anti-kuddedier liet spelen. En we waren daar. En dan liepen een soort van die wieven rond. Die pikzwarte jurk, een hoge blondeerde suikerspin, nepgoud in de oren, een heel soort make-up en een vreselijke parfumlucht. En er liep een zanger rond met geen haar, had het verkeerd. En dat bleek dus in het programma de fanclub te wezen van Dries Roelofsen. Met die gele onderbroek. Ja. Met die zwembroek. En daarna toen kwam ik, toen vroeg Spijkerman, hij zei, wat heb jij met kuddedieren? Nou, ik zei, ik vind het ergens wel grappig, want ik hoor, kijk, dat de fanclub is voor Dries Roelofsen. Maar ik dacht het promotieteam van WC1, want zo stond er in de wijl. En dat is toen uitzond. En ja? Hij is ook nog wel op reageerd, ja. Ja die... Maar goed, daar ga ik van tevoren niet bedacht. Ik denk, nou, in een keer, dat is heel vreemd met woorden. En in een keer komen ze in je op. Hè. Dat is wel een genot, want dat heb je natuurlijk wel nodig in het vak. Ja. Ik ken net de hele tijd van een briefkaart. Nee. Dat ik dat nou door, nee, trouwens. Dat doe ik ken Jensen even op de joker trouwens, een keer. Ja. Hey. Toevallig. Wat is die grootste fout? Mijn grootste fout. Wat verdorie, dat vraagt me wat. Ja, ik bekeert heel veel aan mij, maar wat is mijn grootste fout? Ja, er is iets waar je vreselijk spiet van hebt. Ja, ik ben vaak door een verkeerde vrouwen aanlopen. Hoe volle? Nou, denk drie. En wat ging er dan verkeerd?
dan meen ze op plaats dat ze toch je opboksen moeten. Dan inspireert die vrouw mij en dan meen ze dat ze toch je opboksen moeten. En dat ken nooit, je moet altijd jezelf blijven en dan zeg je nooit gelijkwaardig. Maar nemen ze voorbeeld, wanneer ging het mis bijvoorbeeld? Nou, dat is wat vaker meelopen. Nou, een van de raarste keren waarin je... Achteral had hij denk ik borderline, want die kon zo verschrikkelijk liegen. Maar ik ben al natuurlijk goed van vertrouwen, dus ik geloofde dat wel. En dan ging ik weer op in bek vanzelf. Hè? Ja. Maar daar heb ik weer mooie teksten over gehouden. Ja, dus het heeft al hier weer wat op smieten. Uit, ja, werkloos niet, smiet wat op en borderline smiet wat op. Nou, je moet er vaak wel eens even tegen de muur nalopen, hè? Dan leer je beter opletten. Oké, het is iets erop. Oké. Hoe vond je het? Waar ben ik genoeg? Ja, een paar te vragen, hè? Ja. Nou, ja, zo, even door mijn zoon zeggen, hoor. Zijn zo'n brune trui, hè? Nou, bedankt voor je komst. Oké, super. Ja, bloem maar zitten hier. Bloem maar gewoon lekker zitten. Je krijgt haast nog een omelet. Of een uitsmieter. Ja, dit is nou de beurt van mijn collega Wim Brons van de muziekredactie, want die wil nog een oproep doen voor de minuut. Ja, Wim. Rolof. Hoi. Ja, hoi. God, mee. Hoi. Dat dondert je van alles uit mijn spulwaai. Nou, ik ben te volgen. Dan moest de inzendingen hebben voor de... Nou ja, we zien die mensen, die doen al een podiumziekje. Zullen we de minuut even wel, want dan kan ik die testen. Dat is prima. Mag ik op mijn camera? Nee, dat is mij ons. Mag jij ons? Prima. Nee, we zien inderdaad bandjes die een podium hebben willen. En dat is dan het podium van de Lawaai, het podium van de Harmonie en het podium van Omroep Friesland TV en Omroep Friesland Radio. En de bedoeling is dat het een Friese tophit covers. Dat is een eigen jaskom in de stek, zeg maar, wat eigens van makers. Ik heb het voorbeeld mijn naam, om het even Jerry te litten. Dit is bijgelijks Eddie Dijkstra, die vorig jaar de Mem van Doutzen op zijn eigen manier. En dat klonk toen sa. En hij maakt er heel wat leuks van, want hij ging oernij de Golden Earring, Long Blonde Animal. Ze maken er een leuke mix van. Ja, het zijn iets ziekje wij, maak je er wat eigens van, wat leuks. Stuur het in naar muziekwieken@omroepfriesland.nl. U ziet mijn adres, een YouTube filmpje of een audio opname. Is er nog meer trouwens? Ja, ik heb nog de cast, heb mijn naam. Of de cast en Nije Dij in de uitviering van Groove Department. Dat is wel vrij bekend. Ja, betink eens wat, maak je er een reggae. Maar hoeveel helemaal? Nou, aardig wat, maar we kunnen nog een paar broeken. Het zou leuk zijn om er nog een paar bij te hebben. Oké, dat is muziekredactie@omroepfriesland.nl. Dat is uw e-mailadres, ja. Okay. Muziekredactie@omroepfriesland.nl. Oké, dat onthouden mijn geval. Ja, meestal kan zelf ook eens een keer een minuutje scoren bij Omroep Friesland. Stuur dan eventjes een mailtje naar neetopvreet@omroepfriesland.nl. Dan wie dit neet, ontnijden Wieke Vreet. Kom maar, weet je niet, kom. Kan ik...